Nee, dat is nou, veel lof gekregen trouwens. Wie? Jij. Nee, jij. Over de, ja. Oh. Die filmpjes op YouTube en... Ik heb niks gehoord. Ik zei, nee, maar ik hoor hier nou wel eens wat. Oh, de mensen vinden het leuk. Ja, nee, dat, hartstikke leuk vind ik. Ja, het is natuurlijk lang geleden, hè? Het is 20 jaar geleden bijna. Ja, En dat is wel een beetje een documentje geworden eigenlijk, hè? Want jij, je ziet dan, denk je, ja... Oh, toen was het misschien minder leuk, maar nu is het, er zijn een heleboel mensen natuurlijk dood. Dan ben je alweer een paar omgeleid. Ja, zo is die het gaat door. Ja. Woont u hier wel? Ja. Ik ken u helemaal niet. Nou, bij deze dan. Ja. Wie bent u dan? Ik ben Christine Roosendaal en ik woon in Achelen. Oh, en sinds wanneer is dat? Sinds 2,5 jaar. Dat is wel raar, want meestal moeten ze bij mij aangemeld worden. Wie? De nieuwe bewoners. Maar had ik me je kan hier niet zomaar komen wonen. Had ik me aan moeten melden? Ja. Moet ik door de ballotage? Ja. Een cv moet je dan inleveren? Ja. Nou, bij deze hoor, achteraf dan. He? U bent er doorheen, want ik... Als ik er leuk op sta, ben ik er doorheen. Ik sta er heel leuk op. U doet het heel goed. Er zijn mensen die dichtklappen en dan denk ik, ja, moet je dan niet in Achelen komen wonen? Nee. Ja. Ik weet het niet. En hoe heet zij of hij? Dat is Jelle. Dat is Jelle. En kent u meneer Posma al? Van het bouwbedrijf? Nee, ik ken ik ook niet. Heeft u nog nooit... Geef mevrouw nou eens een hand. Ik woon aan die kant van de brug, hè? Ja, nou, maak nou eens kennis met die jongen. Ik woon aan die kant van de brug en dat is een kant van de brug. Ja, maar... Ja, dat is ik heet Christine Roosendaal. En dat is Jelle. Hoe heet u Jelle? Jelle. Heb je hem een andere naam gegeven? Nee, hij dat toen hij hierin kwam? Nee, ik heb hem... Hij komt uit Hurdegariet. En toen dacht ik... Zo'n hondje, dat moet ook een Friese naam hebben. Ja, he? Helemaal goed. Dus dan heb ik hem Jelle genoemd. En als u weer naar Holland gaat, dan noem hem dan maar Nico. Ja, maar we gaan niet naar Holland. Naar mij. Dat wil Jelle niet. Ik denk niet dat Jelle daar gelukkig wordt. En ik ook niet. Nee, Jelle, je mag niet springen. Af, zit. Mooi zit. Ja, zin. Kom niet te veel. Mooi zit en blijf. Nee, zit en blijf. Oh, goed zo. Ja, hij past helemaal bij u. Met die kont in de kouwers neer, hoor. Ik ga ook hier. Ja, jij. Dat moet jij niet doen, want dan komt er van werken voorlopig niks meer. Een knoop, dat schiet niet op, Jelle. Een knoop, dat moet je niet doen, hoor. Nee, dat verteert niet. Half koek. Zit en blijf. Draven, Jelle. Heb je nog meer koekjes? Nee. Nee, ik ga die camera opspringen. Ik heb ook zo'n camera. Heb ik nooit met. Dezelfde? Ja, gaat dat goed, ja. Panasonic. Ja, precies zo. Deze? Ja. Ach joh. Ja. Nou, dat is niet handig. Dat ga ik ook doen. Ja, tuurlijk. Nou, ik heb nog een kwart koekje. Dan kom je bij mij en dan mag je bij mij monteren. Oké. Eén keer hoor, niet elke dag. Dat je niet, niet gelijk de deur plat gaat lopen. Dat is een uitnodiging, hè? Dit is meneer Posma. Dat is echt dat is hier geboren. Ja. He? Hij heeft een bedrijf opgebouwd van nou ja, dat kan je. Kijk maar. We hebben net een reclamespot gemaakt. Ja, die auto ken ik wel. Ja. Maar ja, hij laat zich nooit zien, hè. Tenminste, niet makkelijk. Hij is een beetje verlegen. Kijk, joh. Ik ken hem al heel lang, hoor. Ja, althans, van de buitenkant, hè. Hij geeft niks van zichzelf prijs. Maar hoeft ook niet, hoor. Voor mij, want ik weet het toch wel. Het zit niet altijd in het woord. Ja, nee, joh. Kom, ja, we willen verder wandelen. Wat zei je nou net? Ik verstond het niet. Ik zeg, het zit niet altijd in woorden. Nee, hè? Hè? Nou, dan heb jij natuurlijk een hele mooie dag vandaag, hè, nu je dat gezegd hebt. Ja, ik denk jij. Ja, ik ook. Ja, ja. Nou, daar kan ik niet tegenop tegen jou. Geen weer mee doen. Dat is wel wat, hoor. Ja. Nee, dat is lastig. Dat is heel erg lastig. Ja. Maar wat doet u verder nog wat? Of, maar dat wil... Dat hoef je niet te zeggen, hoor. Nee, ik doe niks. Ik heb een hond en ik wandel. Oké. Nou. En ik woon hier. Ja. Je bent aanwezig zo nu en dan. Voor de buitenwereld dan. Hier voor het dorp. Ja. Heb u al wat contact ook? Bent u geïntegreerd? Nee. En dat gaat u niet doen ook? Nee, dat wordt het niet meer. Nee. Daar ben je te oud voor of zo? Ik ben te oud voor. Heb je niet zoveel onderin?
Nee, op een gegeven moment... Dat zijn hier wel leuke mensen, hoor. Zijn hier hartstikke... Nee, daarom... Geen kwaad woord. Ik vind het hartstikke leuk om hier te wonen. Maar op een gegeven moment ben je op een leeftijd dat je gewoon lekker thuis wil blijven. En je hoeft niet meer overal bij. En je hoeft niet meer alles mee te maken. En je woont hier eigenlijk gewoon lekker voor je rust. Ja. En je doet je eigen dingen. Heb ik ook, hoor. En geïntegreerd zijn, dan denk ik van... Dat als je 30, 40 bent... Dan is dat belangrijk. Mm. En nou niet meer. Nee. Nou denk ik gewoon van... Ja, misschien een paar mensen. Een paar. Jawel, je moet goede buren omheen. Ja. Lieve buren en gewoon een paar mensen zo en daar. Ja. En dat is mooi. Ja, en dan moet je dan langzaam op je af laten komen. Je moet het, dat merk ik hier wel. Ik kom daarvoor, hiervoor heb ik in Kimswerd gewoond. In Achelen duurt het even iets langer. Ja. Zodat je... Je een beetje gezetteld voelt. Voor je gezetteld voelt. Hier doet het iets langer, maar ik denk dat het iets blijvender is. Ja. Kan. Denk ik. Moet je mensen wel kiezen, dat ben ik met u eens. Ja, maar dat moet je overal, denk ik wel. Ja, maar goed, en, als je als je jong bent, dan ligt het toch nog even wat anders. Zie die vlokjes, hoor. Moet je eens kijken. Wat mooi weer, hè? He? Ik vind het zo prachtig. Ja. Ik ben eergisteren nacht, het sneeuwde niet. Toen begon het met sneeuwen, ben ik met mijn buurman en zijn hond. Zijn we ook helemaal achteraan waar dat zwarte weggetje begint. Gewandeld, nachts om 12 uur. En dat was zo prachtig. Ja, dat is mooi, hè? Ja, alles wit en dan zo'n sneeuwjacht. En dan s'nachts, ja. Ja, maar dan ben je daar en dan zie je er in de verte dat dorpje zo liggen. Ja. En dan denk ik van, wat een sprookje eigenlijk.